Goedemorgen iedereen! Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Wat gaan we doen vandaag? Nou, de rommelmarkt natuurlijk. Voilà ze! De Remzi had gezegd tegen mij, weet je wat, er is een rommelmarkt in Brugge, in Katzand of zoiets. Komt de anders keer niet af bij ons en we gaan dan samen naar de rommelmarkt. En ik heb gezegd, natuurlijk manneke ga ik dat doen. Natuurlijk! Als er een rommelmarkt is en jij wilt dat ik kom, dan ga ik komen, hè? Ja! Dus ja, daar gaan we dus nu naartoe. Ik ga eerst tot bij Remzi thuis gaan. En dan gaan we samen naar de rommelmarkt. En ik hoop ook juist nog een croissantje eten. Want hij heeft dat juist gezegd tegen mij dat hij nog naar de bakker ging. En ik zei tegen hem van, weet je wat, breng maar een croissantje mee. Want ik heb nog niet gegeten, ben eigenlijk direct uit mijn bed gesprongen. Ik heb mij een beetje gewassen. Ik heb mij gewassen. En ben direct vertrokken. Dus ik heb eigenlijk nog niks gegeten. Dus ik ben blij dat ik zo'n croissantje in mijn mondje wel kan droppen. Goed, we gaan een rommelmarktje doen. Let's go, yo! Hola, zijn mensen, we zijn hier. Dus ja, we zijn hier bij de Remzi, bij Silke. Hey, hoe is het? Hi. Hi. Oh, ik zeg hey, zij zegt hi. Wat zei hij dan? Hoi. Hoi. Hey, hi, hoi. Voilà, we zijn onderweg en kijk, hier is een bekend t-shirt aan. Oh, shit. Oh, Ghostbusters en al. Ja. Nice. En ja, dat is van Ghostbusters, dat liedje. Echt? Is die dat? Nee. What you gonna call? Ghost Bumpers. Ja. Zijn jullie nu Bumpers? En ja, kijk. We zijn onderweg naar de rommelmarkt. Ja. Het is niet ver, hè? Nee. We zijn er eigenlijk met z'n biet al. Ja, het is eigenlijk... maar het is zo ietsje te ver voor de voet. En eigenlijk te kort voor de auto. Ja. Dus we hebben beter de velo gepakt. Ja, een tandem, zo met drie. Met drie? Op een tandem, ja. Zo, wat bij is het? Ja. Ah, hoeveel ook wat? Ik weet het niet. Ik heb in totaal 16,5 euro bij. Ik wist dat het wel vergeten had. Wat heb je vergeten? Cash. Meent het? Ja. En je geld bij? Maar hij had een bankautomaat. In Brugge is dat. In Brugge is dat. Anders is dat niet. Ah ja, allee. In Rusland was het een goede bevalling, hè? Ja, je moet eigenlijk in het centrum gaan voor... Amai, zeg. Maar ja, dat boeit eigenlijk allemaal niet, hè. Ja, oh, dat is wel interessant. Ah, we gaan er een bankcontact vlog van maken. Met een mukbang van maken. Een wat? Een mukbang. Een mukbang? Ken je dat niet? Wat is dat? Eten en babbel. Kijk of ik ook niet eens. Ik kom naar huis. En die gaat kijken voor PlayStation 2 en PlayStation 3 games. Yo. Hallo mensen. Welkom op parking. En gratis croissant. Yay. Yay. Remzi is de man, olé olé. Hey. Remzi is de man, olé olé. Hey. Remzi is de man, olé olé. Man. Olé. Voilà, we hebben hier eindelijk wat movies gevonden. Dus voilà. Genoeg voor een keer in te kijken. Wat zit hier allemaal in de winter? We need to talk about Kevin. Maar ik ben niet Kevin, hè? Nee, ik ben Pippen.
Dus zijn eigenlijk nog van plan om een keer geld boven te halen. Wie wint de vent van film naar elkaar. Is dat verhaal niet? Maar je kunt mijn bakken van betalen, ben zeker. Ja, kijk, heb me hier zitten. Ah, je hebt nu nog geld of al? Maar dat is hier moet de mos. Ik ben nog aan iets van. Ah ja, ja. Goed, allee, oei. The Rocky Horror. Nee, die ben niet. De wat? The Rocky Horror. Rocky Horror Picture Show. Oh yeah. Hey, het staat wel per genre. Ah, per genre? Ga ik kijken in de horrors? Nee. We zijn weer al te duur. Jongens, crisis. Wanneer is nog geen crisis geweest bij u? Zot, hè? Zot, ja. Kan het niet. Ik moet een beetje sponsor zijn. Ik heb bekend. Maar kan je al kleren geven? Ah, oh, ik ging just zijn, ze zijn poeien weg, man. Wat moet je nog aan? Wat films? Ja. Voilà, de eerste aankopen zijn gekocht. Toen ik hem zie, wat heb je gekocht, Fijn? Een zak. Een zwarte zak. Allee, zet moeite. Mint, hé. Hola. En plastic. En hoeveel heb je betaald? Het is allemaal 33 euro. Nee. Het heeft me wel gelukt, hé. 2 euro korting, mevrouw. 3 euro korting? Ja. En hoeveel was het normaal? 18 en ik heb 15 betaald. 15? Heb je dat goed gedaan? Ik weet nog zo. Lekker. Een pro. Beter ik zei. Ik zei. Overpaid. Ja, zeg. En zo voelde mij zijn moeder. Ja. Ah ja. Allee. En jij, Andy, wat heb jij gekocht? Bro. Niks. Toon het eens. Kom aan, toon het. Okay. Jij een zwarte zak, dus jij een witte zak. Allee. Voilà. Voilà, zeg. Keizer Cusco. Keizer Cusco, voilà. De PlayStation. Zijn leven is ook compleet. Het is beter of trouwen bent. Dat is goedkoper. Dat is goedkoper, ja. Dat is goedkoper. En toen minder zeer. Allee, ja. Allee. Ja. Dat weet ik niet, hè. Voilà, we zijn een klein beetje verder in de vlog en we hebben dus al van alles gekocht. En ik toch. De Rimzy niet. Eigenlijk 2 games gekocht. Ja, 2 games, maar dat zijn de zesde games dat je de zus al getoond hebt. Maar ik ben nog content. We hebben ik weet niet hoeveel films gevonden aan 1 euro, kost zelfs nog afbieden. Hij heeft gewoon niks gekocht. Slechte uithalers. En geen interessante titels. En slechte uithalers. Ah ja. En slechte titels. Ah, oké. Okay. Maar wat er wel positief is aan de dag, is dat we nu een keer een rondleiding gaan krijgen in Brugge van Rimzy. Oh, dus, okay, zeg het een keer. Ik wil eigenlijk starten. Ja? We zijn hier nu bij de Zandbrug. En dat is uitgevonden in 1952. Ah ja. Uitgevonden? Als ze dat uitgevonden? Ja, ja. Ah. Ja. Allee. En hier, kijk, toen heb je het water die eigenlijk meestroomt naar het zand. Ah. En dat creëert dan eigenlijk de zandbak. Ja. Ah ja, ja, ja. Dat is wel interessant. En in welke straat zijn we nu gekomen? In de Zandstraat. In de Zandstraat. Ja, ja. Ja, ja. En zijn dat zo van die typische huisjes hier? Hoe noemen ze dat zo, huisjes? Zandkastelen. Zandkastelen. Ja, ja. Ah, zandhuisjes. Zoals voor de zandtegels. Oh. De zandtegels. Goed, dus dat was de uitleg van Rimzy. Alvast bedankt. Ja, geen probleem. De website staat in de beschrijving. Ja, wat is de website? Kun je het misschien een keer zeggen? Doerhitsenppblue.be. Ah ja, oké. Ja. Het is hun website, hij weet het niet. Ah ja. Hier. Die straat, die heel bekende straat hier. Zeg het een keer. Sint-Jozefstraat. Zijn dat veranderd toen voor het laatst? Ah, oké. Okay. Kijk, staan hier zelfs antieke wagens. Kijk
Kijk. Amai. Hij is daar een uitleg voor. Wat een alien. Ja, goed. Allee, we gaan nog een beetje verder en we gaan het wel allemaal zien. En subiet ga ik een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben op de rommelmarkt. Let's go. Yo. Voilà die mensen. En ondertussen zijn we dus terug van de rommelmarkt. Van de meest saaie rommelmarkt ooit. Rimzi, alsjeblieft bedankt voor de leuke voormiddag. En ook uw vriendin natuurlijk. En uw twee goede vrienden die mee waren. Het was super plezant, maar het was echt de meest saaie rommelmarkt ook. Ik bedoel ooit. Maar dat kwam gewoon omdat... Pardon, dat kwam gewoon omdat... Ja, het was een antiekmarkt. En we hebben in totaal, denk ik, drie... standen gevonden eigenlijk met films, waarvan dat er ene stand was met 3 euro per stuk en de andere stand was 2 euro per stuk. En dan zijn we heel de rommelmarkt rondgelopen en dan op het einde, maar echt letterlijk op het einde van de rommelmarkt, stond er één stand met allemaal dvd's en wat blu-rays aan 1 euro. Dus daar heb ik wel het een en het ander gekocht. Ben er heel blij mee, maar ja, de rommelmarkt zelf was gewoon echt zo saai, maar ja, niet aan te doen. Ik ben blij met wat ik gevonden heb en het gezelschap was ook leuk, dus thumbs up. Goed, we gaan een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 titels gevonden. We zullen eerst de dvd's tonen. De eerste dvd is met Tommy Lee Jones, dat is The Hunted. Voilà, heb ik al een keer gezien, ik vond dat wel een hele goede film. Ja, voilà. Dan de volgende, ik weet niet of ik hem al gezien heb, of het zou al heel lang geleden zijn, is een horrorfilm, dat is Darkness Falls. Dus, maar ik weet echt niet meer of dat een goeie is of niet, maar ik denk dat ik hem toch al gezien heb, maar ik weet het niet meer. Dan de volgende film is wel een beetje een vreefilm. Dat is Irreversible. In deze komt er erge scène in, een verkrachtingsscène, een van de, denk ik, zwaarste verkrachtingsscènes of ergste verkrachtingsscènes dat er in de filmgeschiedenis. Er staat zelfs op, waarschuwing, deze film bevat zeer realistische, brute geweldscènes en is ongeschikt voor gevoelige kijkers. Dus het is een Franse film met Monica Bellucci. Maar ik weet niet of ik hem al gezien heb. Natuurlijk, dat stuk wat ik u vertelde, heb ik wel al gezien. Want dat was denk ik zelfs nog op school dat ze dat getoond hadden. Allee, niet op school, maar weet wat, medestudenten en al zo, kent het. Ja, ik ben wel een keer benieuwd voor heel de film te zien. Het is een Franse film, 95 minuten. Maar ja, ik ben wel benieuwd naar voor hem een keer te zien. Dan, de volgende film heb ik wel al gezien. Dat is met Al Pacino en met Robin Williams. Dat is Insomnia. Hele goede thriller. En dan de volgende film heb ik ook al gezien. Dat is met Tom Hanks en dat is Castaway. Ook een hele goede film. Voilà. En dan heb ik nog één Blu-ray gevonden. Met Angelina Jolie. Dat is Maleficent. Ook voor 1 euro. Dus dat is al sinds niet veel geld. Dus ja, ik ben wel content met wat ik gevonden heb. Ook al was de rommelmarkt heel saai, maar toch nog een keer bedankt Rimzi voor de leuke voormiddag. En bedankt voor de croissant en de chocoladekoek. Dat was, ja, het heeft wel gesmaakt. En ik durf wel zeggen, dat was een chocoladekoek en een croissant. Een van de beste chocoladekoeken dat ik ooit al heet. Nee, dat was niet normaal hoe lekker dat was. Rimzi, je moet mij nog een keer zeggen van waar dat kwam. Want ik wil dan een keer alles gaan proeven. Oké? Okay? En jij betaalt. Allee, salutjes. Tot de volgende keer. En ja, we gaan het wel zien hè, wanneer. Allee, salut. Ah ja, en geef een like en abonneer op mijn kanaal. Niet vergeten, hè. Yo.